waar wij voor gaan, is een constructieve oppositie. En besef dat wat een misverstand met deze samenleving, misschien zelf aangevoerd door enkele vanuit onze partij, voor dat soort constructieve oppositie. Wij willen harde oppositie, om afzetten. Die periode om die positie zonder meer over te nemen, die periode is voorbij. Maar dat wil niet zeggen dat wij als NPS onder alle omstandigheden ja en amen gaan zeggen. Wat constructieve oppositie en onze optiek wil zeggen, is dat desan ik op doen, te boel voorstellen kom. Nou, ik kram neem bakken. En waar wij ons niet in terug kunnen vinden als NPS, dat zullen we dat ook laten horen. Dat is wat we bedoelen met constructieve oppositie. En laat niemand u anders vertellen. U volgt het nieuws. U weet dat de NPS vanaf dag 1 niets aan een twijfel heeft doen overlaten. En haar positie heeft bepaald naar een ieder toe waarbij het duidelijk was, ook naar de voorzitter van de MRB, wat de positie van de NPS was. En wat dat stukje betreft moet u ook weten dat wij vroeg aan onze partners te kennen hebben gegeven dat vanwege onze uitslag, 2 zetels, dat wij als NPS ervan af zullen zien om kandidaten te stellen voor het presidentschap en het vicepresidentschap. Omdat de iemand godje de positie dat. Dat wie vindt dat ik op een die basis. Is nooit uitgesloten. Maar wij denken dat wij eerder moeten gaan werken naar de interne structuren voeden. Voor zorgen dat NPS en komen op de gang. Voor zorgen dat ze goed verantwoord doen. Dat is de reden waarom wij die positie hebben ingenomen. En dan hebben we ook gezegd dat wij als NPS de verkiezing van de president en de vicepresident in de Nationale Assemblée niet zullen boycotten. En wat wij daarmee bedoelden, is dat de ADE van nodig dat 34 maart moest deze avond alleen komen voor een vergadering dat ik opsta. En wij gingen er toen vanuit dat er geen tegenkandidaten zouden zijn, dan zou de NPS meewerken. Maar dat wil niet zeggen dat wie op pot wie steen direct kandidaat voor NDP. Het is een traitori. Maar laten wij hier vandaag duidelijk zijn dat dat niet betekent dat je een stem gaat uitbrengen. Overigens zeggen wij, dat was niet eens een issue. Want if one kandidaat me wilde, en dan ga ik me niet op glad ijs begeven, de rechtsgeleerden, de koormaat op het rechtgebied, zij zullen het uitzoeken. Maar de informatie die wij hebben, is dat er niet eens gestemd zou worden. Dus die issue was niet aan de orde. Dus partijgenoten, u hoeft zich daarover geen zorgen te maken. Ik wil u wel aangeven dat wij als leden van de Nationale Assemblée, vertegenwoordigers van de Nationale Partij Suriname, ons er terdege van bewust zijn dat het de voorlieden van de NPS zijn geweest die de leiding hadden toen de leiding van Suriname werd weggeschoten in 1980. En dat het de NPS was die toen de leiding had van Suriname. Ik wil u meegeven dat wij er terdege van bewust zijn. Dat het de kopstukken van de NDP waren die de leiding van het land hadden. Toen leiders van de NPS zonder proces
in het gevangen werden geplaatst. Kortom, u moet weten dat we er terdege van bewust zijn. Dat als er één partij is die in Suriname geleden heeft, onder de leiding van de NDP, dan is het de NPS. En daar moet u weten dat wij er terdege rekening mee houden.